Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Wat we zo net hebben meegemaakt is dat iemand die afspraken heeft gemaakt met het Vlaams Belang om persoonlijk meer mandaten binnen te drijven begin 2013 schepen wordt in de stad Oostende. En los van mijn persoonlijke verhouding die ik heb met Bart, willen we daar toch over zeggen dat we daar bijzonder zwaar aan tellen. Wat CD&V doet, is niet uit te leggen, met het naar voren schuiven van Bart. En dat coalitiepartners SPA en Open VLD daar blijkbaar geen graten in vinden, verwondert mij zeer. Ter herinnering, collega's, het Vlaams Belang is een extreemrechtse partij, veroordeeld voor racisme, door een rechtbank. Dus een partij, een extreemrechtse partij, die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en die haat zaait in onze samenleving. En het geheugen is misschien kort, maar toch eventjes pro memorie. Toen het stemgedrag uitlekte begin 2013, was er nog formeel protest. En niet van het minste. Open VLD vroeg Plasgaard op te stappen als OCMA-raadslid. En SPA-voorzitter en uw gemeenteraadslid Jeroen Soete, burgemeester van de Kastelen, OCMA-voorzitter Vanessa Vens, eerste schepen Bart Tommelijn en de CD&V'ers, binnen CD&V dus, Sir Jacques Borloo, Christa Klaes, Hilde Veulemans en Johan Verstreken verklaarden afstand te nemen van het stemgedrag van Bart Plasgaard. Het is een stemgedrag dat hem in der tijd meer mandaten heeft bezorgd in het OCMA, maar tegelijk ook meer mandaten heeft bezorgd aan het Vlaams Belang. Dat was een koehandel van de platste soort. Dus ik wil mij toch de vraag stellen waar al die kritische stemmen van toen vandaag zijn gebleven. Nu gaat het om de verdeling van de macht, dat is duidelijk. Het gaat om de toekenning van een schepenmandaat. En blijkbaar worden principes dan opzij gezet. CD&V doet alles voor de macht en SPA en Open VLD maken er geen punt meer van. Ik wil luid op de vraag stellen welk signaal we hiermee geven aan onze bevolking. Welk signaal geven we aan de Oostendenaar? Blijkbaar dat samenwerken met extreem rechts eigenlijk niet zo erg is als het erop aankomt. Ik vraag mij af of dat het stadsbestuur op die manier omgaat met principes. En op 17 januari 2013 zeiden Open VLD-raadsleden Danique Minnes, Sarah Schotte en voorzitter Ruben Pannekoek het volgende, en ik citeer: een woord breken en samenwerken met het Vlaams Belang, dat zijn zaken die niet in ons woordenboek staan. Is dat woordenboek dan veranderd, is er een nieuwe editie op de markt. Maar opmerkelijk, de voordrachtsakte van Bart Plasgaard werd niet unaniem ondertekend. Er zijn 3 raadsleden in de gemeenteraad hier in Oostende die dit niet hebben gedaan. En ik wil hulde brengen aan een principiële houding. Het gaat om Bart Bronders, Yves Miroir en Sabine Friedrichs. Ik denk dat zij terecht hebben willen aantonen dat er een rode lijn is overschreden. En ik weet niet of Bart zal tussenkomen hierop en zal antwoorden, maar ik wil hem een vraag stellen. Ik wil hem duidelijk vragen om klaarheid te scheppen ten aanzien van deze gemeenteraad en ten aanzien van de Oostendenaar. Zal u in de toekomst nog dergelijke akkoorden sluiten met het Vlaams Belang? Vindt u dat dit moet kunnen of sluit u dat vanaf vandaag uit?